Psychologische feitjes. Je voelt je sneller aangetrokken tot iemand waar je geen kans bij hebt. Je hebt meer gesprekken in je hoofd dan je gesprekken hebt met anderen. Je verandert je stem als je met iemand praat wie je leuk vindt. Goede mensen geven je geluk. Verkeerde mensen geven je ervaring. Slechte mensen geven je levenslessen en de beste mensen geven jou herinneringen. Iedereen die in jouw leven komt, of ze je pijn of liefde geven of jou in de steek laten, ze helpen jou te groeien tot het beste wat jij kan worden. Op een dag zal jij wakker worden en zal er geen tijd meer over zijn om al die dingen te doen die jij al zo lang wil doen in jouw leven. Leef niet in de toekomst, maar leef in het nu. En start vandaag met de dingen te doen waar jij al zo lang van droomt. 3 keer 3 is 9. Maar 5 plus 4 is ook 9. En 3 plus 6 is ook 9. 8 plus 1 is ook 9. Het feit dat jij gelijk hebt, betekent niet dat een ander geen gelijk heeft. Onthoud dat. Er zijn 1 miljard mensen op deze wereld wiens wensen per direct vervuld zouden zijn wanneer ze het leven zouden leven wat jij leeft. We willen altijd maar meer en meer en meer. En daardoor vergeten we te kijken naar alles wat we al hebben. 3 manieren waarop jij neppe vrienden kan herkennen. 1. Ze chillen alleen met jou wanneer ze niks beters te doen hebben en het hun uitkomt. 2. Jij bent altijd degene die het eerste contact opneemt en met ideeën komt. 3. Ze praten negatief over andere mensen, want wanneer zij negatief praten over vrienden waar zij niet bij zijn, zullen ze ook negatief praten over jou waar jij niet bij bent. Ja, het is ook zo. De mens offert zijn gezondheid op om geld te kunnen maken, om daarna dat geld weer uit te geven om gezond te kunnen worden. Vervolgens maakt hij zich zorgen om de toekomst, waardoor hij vergeet te genieten van het moment dat nu heet. Hierdoor leeft hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst. Zo leeft de mens alsof hij nooit dood zal gaan, om uiteindelijk te sterven, zonder ooit echt geleefd te hebben. Dit is het antwoord dat Dalai Lama gaf toen hem gevraagd werd wat hem het meest verbaasde over het mens. Is echt een goeie hoor. Hoe verwacht jij echte liefde te kunnen geven en te kunnen ontvangen en jezelf open te stellen naar anderen, wanneer die pijn er nog steeds zit omdat je er een muur omheen hebt gebouwd? Hierdoor geven wij nieuwe mensen die in ons leven komen nooit echt de kans die zij verdienen en ontzeggen we onszelf daarmee eigenlijk de liefde waar we diep naar binnen zo naar verlangen. Ja. Dan komt dat moment waarop je gekwetst wordt. Het doet je pijn. En je maakt met jezelf de afspraak dat dit nooit meer mag gebeuren. Dus wat doe je? Je bouwt een muur om die pijn heen en laat niemand meer te dicht in je buurt komen. Ja,
En heb je er ooit over nagedacht dat je door die muur zelf ook niet meer bij die pijn kan komen? Hoe verwacht jij echte liefde te kunnen geven en te kunnen ontvangen en jezelf open te stellen naar anderen wanneer die pijn er nog steeds zit omdat je er een muur omheen hebt gebouwd? Hierdoor geven wij nieuwe mensen die in ons leven komen. Dan komt dat moment waarop je gekwetst wordt. Het doet je pijn. En je maakt met jezelf de afspraak dat dit nooit meer mag gebeuren. Dus wat doe je? Je bouwt een muur om die pijn heen en laat niemand meer te dicht in je buurt komen. Ja. En heb je er ooit over nagedacht dat je door die muur zelf ook niet meer bij die pijn kan komen? Hoe verwacht jij echte liefde te kunnen geven en te kunnen ontvangen en jezelf open te stellen naar anderen wanneer die pijn er nog steeds zit omdat je er een muur omheen hebt gebouwd? Hierdoor geven wij nieuwe mensen die in ons leven komen. Hoe kan jij jouw dag starten met meer energie? Eindig de laatste 60 seconden als je onder de douche staat door de kraan volop koud water te gooien. Zet een graadje op 15 tot 20 of minder. Dit zorgt ervoor dat je bloed sneller door je lichaam gaat stromen, waardoor er meer bloed naar je hersenen gaat. Hierdoor worden je hersenen direct wakker en start jij jouw dag met veel meer energie. Zeker proberen we. Een bijkomend voordeel is een verbeterde bloedcirculatie en zorgt ook voor een hogere stofwisseling. Dus verbrand je ook meer vet. Ja, en het helpt.